Hendrik Andries Hooyer is al 60 jaar schoenmaker. Hij is 73 jaar, maar Hendrik Andries Hooyer werkt nog steeds in de schoenmakerij. Want... We kennen geen pensioen. En dus wij blijven graag werken. En omdat ik mijn vrouw overleden is, daarom blijf ik ook werken. En ik ben blij dat ik de kinderen kan helpen. En het is zo'n mooi vak. Hooyer was afgelopen zaterdag op de kop af 60 jaar ambtelijk schoenmaker. 60 jaar geleden begonnen. Ja. Hoe is het begonnen dan? Mijn broer die was schoenmaker en die werkte in Putten. En toen ging ik mee in de vakanties helpen. En toen, na die tijd, ben ik dus naar Amersfoort naar school gegaan. En daar heb ik dus het vak geleerd, schoenen maken. En dat was allemaal handwerk. We mochten één keer in de week aan de machine komen om schoon te maken. Maar de rest was het schuren met een schuurpapiertje, met glas, met raspen en zo. En dan maakten we dus helemaal nieuwe schoenen. Hij leidde ook mensen op die het vak schoenmaken wilden leren. En dat deed hij veelal met strakke hand. Mijn leerlingen, oud-leerlingen, die zullen altijd zich herinneren wat ik zei. Punt 1, Hooyer heeft altijd gelijk. Heeft Hooyer geen gelijk? Punt 2, treedt punt 1 onmiddellijk in werking. Ja. En daar word ik nog wel eens aan herinnerd. Ja, zal wel. Ja. Door zijn gedrevenheid en de passie voor het vak werd hij zo'n 30 jaar geleden daarvoor onderscheiden. Ik ben in 1990 gilde schoenmaker geworden. Dus toen is dat eigenlijk opgericht. Want ik ben een van de eerste die lid was, want ik had nummer 13. En dus dan mogen we dus allemaal de Van Bommel, Van Lier en vroeger Avank, maar die is er dus niet meer, maken. En dan waren hun er ook, dat was de andere kant, dat horen ze niet zo graag, maar van een hoop klachten af. Want als de klachten kwamen bij de schoen, ga maar naar een gildeschoen maken. Ondanks zijn leeftijd maakt hij nog altijd schoenen die een tweede leven behoeven. En daar beleeft hij nog altijd heel veel plezier aan. Iets wat stuk is, dat kun je weer maken. En dus je ziet het onder je handen weer vernieuwen en zo. En dat is het mooiste ervan. En als je dus het werk afgeeft, dat er een glimlach bij de mensen op het gezicht komt. Jongen, wat mooi. Dan denk je, ja, dat hebben wij gedaan. Van stoppen en rustig aandoen wil Hooyer niets weten. Zolang het kan en het me gegeven is, dan ga ik er absoluut in door. Afgelopen zaterdag trok er een front met onweersbuien over de Veluwe en Apeldoorn. Dat gaf op tal van plaatsen tot heel veel wateroverlast. In Radio Kootwijk liepen huizen onder water. De brandweer had heel veel moeite om het water daar weg te krijgen, omdat de huizen in een dal liggen. Hoenderlo kampte met een ondergelopen weg. De Krimweg was tijdelijk een riviertje geworden. Op het vakantiepark Landal Michelenberg kwam een deel van de camping onder water te staan. Daar moesten de caravan- en tentbezitters tijdelijk elders vertoeven. In Apeldoorn stond de kruising Kaarsdijk met de Laan van Malkenschoten na een hoosbui blank. Een ambulance werd ingezet om een omhoog gesprongen putdeksel te beveiligen voor het verkeer. Bij een bedrijf aan de Nagelpoelweg stond een laadperron onder water. De enorme plas water werd door de brandweer weggepompt. Zondagmiddag sloeg er op de A50 ter hoogte van de afslag Beekbergen een auto met caravan over de kop en belandde in de berm. De twee inzittenden van de auto kwamen met lichte verwondingen ervan af. De caravan was gaan slingeren. De bestuurster van de auto kreeg de situatie niet meer onder controle. Er werden door het ongeval tijdelijk twee rijstroken afgesloten. Om verdere overlast te voorkomen werden de caravan en de auto pas 's avonds weggesleept. De politie heeft een aantal bekeuringen uitgeschreven aan automobilisten die al rijdend het ongeval filmden.